Ze zit al jaren in de hoek waar de klappen vallen, Anna Nushin. Eigenlijk kan ze vrijwel niets goed doen. Nu ligt ze onder vuur vanwege haar zithouding tijdens een interview met Farja Farverdin van Roemak TV. Dit vraaggesprek haalde een paar weken geleden het nieuws omdat Anna daarin keihard uithaalt naar de leugenachtige Maxime Meiland. Nu wordt Anna zelf onder vuur genomen en wel door Linda, columniste Stefanie Hogeberg. Anna Nushin werd geïnterviewd door een jongen. Ik weet niet precies wie hij is, maar dat filmpje zag ik op Instagram komen, waarin ze Martine Meiland ook beschimpt. Volgens mij wel terecht of zo, maar goed, vertelt ze in de podcast The Shit Show. Stefanie keek er met gevoelens van ergernis naar. Anna Nushin zit dan met beide voeten op haar stoel. Ik vind dat raar. Co-host Janneke van der Horst, ik vind dat ook heel raar. Heel onbeleefd. Stefanie, ik vind het onbeleefd. Let er maar eens op. Heel veel vrouwen, dit is echt een vrouwenwending, dit doen mannen niet gaan met hun beide voeten op de stoel zitten. Gehurkt dus. Lekker cozy. Dat je dat thuis op de bank doet. Maar ik ga toch niet op een terras zo zitten? Op het terras gaan ze ook zo zitten. Verschrikkelijk, doe even normaal. Hollywoodster Mila Kunis heeft zich hier ook schuldig aan gemaakt, en wel tijdens een videogesprek van haar en haar man Ashton Kutcher met de Oekraïense president Zelensky, zie foto beneden. Stefanie, ik heb heel even naar die foto gekeken en wat ik toen zag vind ik niet normaal. Dat is dat ik zag dat Mila Kunis haar knie in beeld was. Ze zat dus met opgetrokken knieën op haar stoel, vervolgt Stefanie. Het irriteert me al in een normale situatie, maar het irriteert me nog meer in een situatie waarin je met de F-sterretje-zeking president van Oekraïne mag bellen en dat jij dan zo'n lousy houding aanneemt van, dit is even een spontaan belletje, en dat je dan met zo'n opgetrokken knie zit.